van Steen is een van de populairste schilders van de Hollandse Gouden Eeuw, de 17e eeuw. Na Rembrandt, Vermeer en Frans Hals behoort hij tot de echte grote van die bloeiperiode uit de Hollandse schilderkunst. Hij heeft een heel groot en heel gevarieerd oeuvre nagelaten van rond de 400 schilderijen, waarvan overigens maar zo'n 10% gedateerd is. Het zijn kroegvoorstellingen, voorstellingen van minzieke meisjes, van tandentrekkers. Spreekwoorden heeft hij heel veel uitgebeeld, maar hij heeft ook historisch stukken geschilderd en portretten. Kortom, het is een heel gevarieerd en heel mooi oeuvre wat hij ons heeft nagelaten, waar we graag meer over willen weten. Jan Steen heeft maar 1 op de 10 van zijn schilderijen gedateerd. En daardoor is het moeilijk om te bepalen hoe de chronologie van zijn oeuvre in elkaar zit. Dus wanneer hij welke werken precies geschilderd heeft. En het is belangrijk om die chronologie te begrijpen, zodat we ook zien hoe zijn ontwikkeling was. Zijn artistieke ontwikkeling, maar ook wat zijn techniek betreft, zijn schildertechniek. Hij kon heel fijn en heel precies schilderen. En dat deed hij ook ontzettend goed. Maar tegelijkertijd kon hij ook heel schetsmatig te werk gaan. Jan Steen is in 1626 in Leiden geboren, maar hij heeft in heel veel Hollandse steden gewoond. Nu willen wij proberen in dit onderzoek om Jan Steen te vergelijken met verschillende schilders die in die steden, Leiden, Haarlem, Delft, werkzaam waren. En kijken of wij zijn schilderijen zo in die verschillende woonplaatsen van hem kunnen plaatsen, ook om meer grip te krijgen op die chronologie van zijn oeuvre. Eerst worden alle 15 schilderijen van Jan Steen in de collectie van het Mauritshuis materiaaltechnisch onderzocht, zodat ze daarna vergeleken kunnen worden met schilderijen in andere collecties. En hiervoor bestuderen we met behulp van verschillende technieken alle lagen in het schilderij van de drager, de grondering en de verflagen. Om meer inzicht te krijgen in de opbouw van de gronderingslagen en het gebruikte pigment nemen we piepkleine verfmonsters. Deze nemen we aan de rand van het schilderij of daar waar er al een schade is. Deze monsters worden vervolgens ingebed in een blokje hars en dwars op de lagen aangeslepen. Om meer inzicht te krijgen in de exacte samenstelling van de pigmenten werken we samen met Shell Technology Center in Amsterdam. En een van de onderzoekstechnieken die we daar gebruiken is de scanning elektronenmicroscoop met behulp van energiedispersieve röntgenanalyse, kortweg ook wel SEM-EDX genoemd. De verfmonsters gaan hiervoor in het apparaat en worden met röntgenstralen beschoten. En zo kunnen we heel precies op 1 pigmentkorrel meten wat de samenstelling is en uit welke elementen het bestaat. Elementen zoals lood, ijzer of koper of silicium. En kunnen we zo het pigment identificeren. Samen met Ralph Haswell, research scientist bij Shell, analyseer ik zo de verschillende verfmonsters uit de schilderijen van Jan Steen. En dit geeft ons een heel goed inzicht in de nauwkeurige samenstelling van de gronderingslagen en de verflagen. En we hopen op deze manier dat we de verschillende groepjes schilderijen kunnen plaatsen in een bepaalde periode in het oeuvre van Jan Steen. Het onderzoek richt zich op de 15 schilderijen van Jan Steen uit het Mauritshuis, waarvan er 2 zijn gedateerd. Maar we gaan ook samenwerken met andere musea die gedateerde schilderijen van Jan Steen in hun collectie hebben. Want het hele gedateerde oeuvre van Jan Steen, zo'n 45 schilderijen, willen we in kaart brengen.